ook activiteiten als het Sinterklaashuis kunnen niet worden gehouden. Een aantal comité's denkt nog na over een alternatief waarbij vanuit huis toch Sinterklaas kan worden gevierd. Ik verwacht dat wij tot en met november zeker in deze situatie blijven. Dat is mijn verwachting op basis van wat ik zie aan gegevens van de GGD's. Op het aantal besmettingen en hoe de curve naar verwachting gaat lopen. En ik heb met de Sinterklaascomité's het gesprek gehad. Op dit moment zijn alle evenementen verboden. Nou, dat is zeker 4 weken. De intochten van Sinterklaas zijn halve november. Dus dan moeten we gewoon helderheid geven aan de Sinterklaascomité's. Want die moeten ook voorbereidingen treffen. En mijn insteek is beter helderheid en duidelijkheid dan halfslachtigheid. Ja. En daar heeft iedereen is daarbij gebaat en iedereen heeft daar ook wel behoefte aan. Onder meer de Lier en Wateringen hadden plannen voor een intocht, maar daar gaat nu een streep door.